Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 30 september. Geef niet toe aan angst. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Genesis 12, vers 1. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. De Bijbel vertelt over een man genaamd Abraham die God vertrouwde ondanks zijn persoonlijke vrees. Hoe zou jij je voelen als God je vandaag vertelde je huis, familie en alles wat zo bekend en comfortabel is te verlaten om naar een onbekende bestemming te vertrekken? Vol met angst? Dat is precies wat God Abraham vroeg te doen. En het beangstigde hem. Maar Gods woorden tot hem waren: wees niet bang. Vaak denken we dat we moeten wachten met iets te doen totdat we niet meer bang zijn. Maar als we dat zouden doen, zullen we waarschijnlijk heel weinig bereiken voor God, voor anderen of zelfs voor onszelf. Abraham moest uitstappen in geloof en in gehoorzaamheid aan God, ongeacht zijn angst. Als Abraham had gebogen voor angst, had hij zijn bestemming nooit volbracht om alles te worden waarvoor God hem geschapen had, de vader van vele volken. Toegeven aan angst wijzigt Gods beste plan voor jouw leven, dus doe wat hij wil dat je doet, zelfs als je het gaat doen met angst. Net als Abraham zul je ontdekken dat de beloningen enorm zijn. Laten we samen bidden. Heere God, u was trouw aan Abraham toen hij u gehoorzaamde, ondanks zijn angst. Ik besluit ook om angst te weerstaan en datgene te doen wat u ook van mij vraagt te doen. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.